Hi, daar ben ik weer, Ria van Zorgbureau De Liemers, met een nieuwe online spelletje voor jou. Ik heb Scrabble hier en we kunnen dat met z'n tweeën doen. En ik speel jouw beurt, het plankje is van Dick, dat is voor jou. En ik speel mijn beurt. We kunnen het niet echt spelen met het Scrabblebord, dus we doen het als volgt. Ik leg zeven letters op jouw plankje en op mijn plankje. En dan mogen we om de beurt van onze eigen letters proberen een woord te maken. En als dat niet lukt, dan mogen we een letter erbij pakken. Ik ga even zeven letters voor jou en voor mij pakken. En een blanco, daar mag je elke letter van maken die je maar wilt. We moeten natuurlijk, terwijl we aan het spelen zijn, een beetje ontdekken van welke spelregels werken wel en werken niet. Daar kun je samen afspreken met degene met wie je speelt. Je kan het dus online proberen te doen met iemand van het zorgbureau. Ik ben aan de beurt. Eens even kijken wat jij voor letters hebt. Ik ga even kijken. Zie jij een woord wat jij wilt maken? Aha, ik zie al wat jij kunt. Zie jij hem ook? Ja. En draait hij in zee. Keur. Hey, en je hebt ook nog een blanco. Zou je die nog kunnen gebruiken? Zeetjes, yes. Wauw, moet je kijken man. In één beurt alle letters uit. Dat is wel heel erg fantastisch. Dan doe ik. Matten, dat kan ik wel. Oh, zie, daar gaat het al mis. Ik ben vergeten, ik had eerst voor jou weer zeven nieuwe letters moeten pakken. Maar dat kan nog gelukkig. Dan is de beurt weer aan jou. Laten we eens gaan kijken wat jij hebt en zeg maar tegen mij wat ik dan moet leggen. Weet niet of jij dit goed rekent. Ik kan een Engels woord. Bye. Kijk, ook dat is een regel die je met elkaar kunt afspreken. Van mag een buitenlands woord wat we hier veel gebruiken, of mag het niet? Dan moeten we spelregels afspreken. Dat is bij alle spelletjes belangrijk. En zeker in deze tijd, als je online iets moet doen, is het nog lastiger om je aan de echte spelregels te houden. Dus maak afspraakjes, veel speelplezier en tot de volgende keer. Doeg!